Hoi allemaal, hier ben ik weer en vandaag heb ik weer wat anders voor jullie om te doen met elkaar. En je hebt bij deze opdracht wat spulletjes nodig. Ik zal het even aan je laten zien. Je hebt nodig een wit papier, mag ook een ander kleurtje zijn. Je hebt nodig stiften of kleurpotloden. En je hebt spulletjes nodig die een vorm hebben. En ik zal even aan je laten zien welke spulletjes ik gepakt heb. Ik heb deze tube gepakt, want dit heeft een vorm. Weet je welke vorm dit is? Kijk maar eens even goed. Het is een ovaal. Dat heb ik zo meteen nodig. Ik heb ook deze gepakt, want deze vorm heb ik ook nodig. En deze heb ik gepakt. Een rondje. Nou, je kunt natuurlijk nog veel meer dingen vinden die een vorm hebben. Ik heb er nu drie. Ik heb een ovaal, een vierkant en een rondje. En daar ga ik iets mee doen. Het is handig als je nu eventjes het filmpje op pauze zet, zodat jij ook al je spulletjes kunt pakken. Nou, ik hoop dat je inmiddels alle spulletjes hebt. En dan kun je gaan kijken wat ik ga doen. Kijk maar eens even mee. Ik pak een van mijn stiften en ik ga deze vorm op mijn papier zetten. En het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe je dat doet. En dan ga je met je stift of je potlood eromheen. En je ziet hier de ovaal. Ik weet niet of jullie het ook goed kunnen zien. Kijk, daar is die. En ik ga ook het rondje gebruiken. Die ga ik ook op mijn papier zetten en dat ga ik omtrekken. Daarna pak ik het vierkantje. En kijk maar eens. Ik heb drie verschillende vormen op mijn papier. Wat moet je nu gaan doen? Nou, je gaat nu van deze vormen, ga jij diertjes maken. En ik heb nu één rondje, één ovaal en één vierkant op het papier getekend. Maar je mag natuurlijk ook drie rondjes doen of nogal meer of al meer nog ovaal. En je gaat van deze vormpjes dus een dier tekenen. Ik heb nog steeds mijn zwarte stift in mijn hand, dus die ga ik gebruiken. Ik ga oogjes tekenen en ik ga pootjes tekenen en kijk, ik heb al een beginnetje, maar ik vind dat mijn diertje nog wat kleurtjes moet krijgen. Dus ik ga hem oranje schubjes geven. Het hoeft niet per se een dier te zijn wat echt bestaat, want je mag er ook zelf eentje verzinnen, als het maar op een kriebelbeestje lijkt. Nou, ik vind geel ook een hele mooie kleur, dus die ga ik ook nog gebruiken. En groen vind ik ook heel leuk. En kijk maar eens hoe mijn beestje er nu uitziet. Je ziet dat deze twee nog helemaal leeg zijn. Nou, ik ben benieuwd wie kan daar mooie diertjes van maken. En ik ben eigenlijk ook gewoon heel benieuwd, welke vormpjes heb jij gebruikt? Hoeveel keer heb je die vormpjes gebruikt? En wat voor diertjes heb je ervan gemaakt? Nou, die van mij is nog heel kaal, maar ik ben heel benieuwd wat jullie voor diertjes gaan maken. Veel succes!